superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik een video opnemen waar ik eigenlijk al een tijdje voor aan het voorbereiden ben achter de schermen voor jullie. Ik ga namelijk bij een aantal MAC lipsticks goedkope dupes, oftewel lipsticks laten zien die er heel erg op lijken, vind ik. Zodat je niet gelijk die €19,50 hoeft te betalen, maar het misschien ook bij een ander, veel goedkoper merk kan vinden. Ze zijn niet allemaal perfect, maar ik vind zelf dat ze er allemaal wel erg op lijken. Ik maak swatches op mijn hand, zodat je ze kan vergelijken. En ik doe ook de ene helft van mijn lippen met de MAC lippenstift en de andere helft met de namaak, zeg maar, die ik heb gevonden. Degene die er echt op lijkt. Ik heb ze ook allemaal gecontroleerd en als het goed is zijn al deze kleuren ook nog verkrijgbaar. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dus laten we snel gaan beginnen. Ik begin met de kleur Faux en dit is een satin lipstick van MAC. Ik heb er nog maar heel weinig van. Dit is mijn favoriete lipstick. En ik breng steeds de MAC kleur aan deze kant aan en de andere kant wordt dan de namaak. Hier zie je Faux op mijn hand. En de dupe die ik ervoor heb gevonden is de Matte lipstick van Essence in nummer 02. Zoals de naam al zegt, deze lipstick is mat en Faux is satin, dus die is semi-mat. Maar qua kleur lijken ze heel erg op elkaar. Ik vond Cool Nude van Essence een betere namaak, maar die hebben ze niet meer volgens mij. Dus ik dacht ik kan er beter één kiezen die wel nog in ieder geval in het assortiment zit. En zoals je ziet, qua kleur komen ze ja best wel erg overeen. Misschien is de mat ietsje warmer. Maar op mijn lippen zul je zien dat ze echt wel op elkaar lijken. En op de rechterkant van mijn lippen zie je nu de Essence lipstick. Best wel een goede namaak vind ik zelf. Je zou de finish nog iets glanzender kunnen maken door bijvoorbeeld een klein glossje erover te doen. Maar ik ben echt niet ontevreden. En deze lipstick kost maar €2,39 als ik het goed heb. En de MAC lipstick €19,50. Dus dat is best wel een verschil. We gaan nu verder met de kleur Mare van MAC. Dat is nu een hele populaire kleur. Dit is een matte lipstick. En hiervoor heb ik maar liefst 3 budget dupes gevonden. Dus ik ga ze even allemaal op mijn hand aan jullie laten zien. We beginnen met nogmaals een lipstick van Essence uit diezelfde collectie. Alleen dit is nummer 03. Ik zal hem even naast Mare swatchen. Je ziet dat deze ietsje koeler is, maar hij heeft precies dezelfde ondertoon. En het is wel eenzelfde kleur. Dan heb ik ook de Ethos Color Care lipstick in nummer 010. En volgens mij hebben deze inmiddels een zwarte verpakking. Dus dat kan je misschien helpen als je er naar op zoek bent. Die swatch ik er ook even naast. Die lijkt qua ondertoon weer een stuk beter, maar is misschien net ietsje donkerder. En tot slot heb ik ook zo'n potloodje van de HEMA. Dit is de Matte Soft Matte Lip Balm. Wauw. En dit is de kleur 11. Ik zal die eventjes links van Mare swatchen, anders dan wordt het wel heel lastig te zien. En die lijkt er ook heel erg op zoals je ziet. Die heeft alleen meer een satijnachtige finish. Aan de linkerkant is de lipstick aangebracht. Ik ga jullie nu als eerste het effect laten zien met de HEMA Lip Balm. Deze ruikt zo lekker fruitig, echt heerlijk. Misschien is hij een stukje donkerder. Ik denk dat het verschil op camera groter overkomt dan hoe ik het zo zie. Maar hij is wel ietsje bruiner en donkerder. Maar als ik hem over mijn hele lip zou doen en je ziet het naast elkaar, dan vraag ik me af of je het zo duidelijk gaat zien, het verschil. Maar we gaan even verder met de volgende, kijken of die nog beter op Mare lijkt. Nu ga ik de Ethos lipstick in nummer 010 aanbrengen. Ik denk persoonlijk dat ik deze mooier erop vind lijken, omdat die qua kleur gewoon iets meer overeenkomt en qua ondertoon. Wel zie ik dat de Ethos lipstick net een tikje meer glanst. En tot slot breng ik de Essence Matte lipstick weer aan, maar dan in nummer 03. Deze lipstick is vergeleken met de andere twee net wat meer roze en ietsje koeler, maar verder vind ik hem wel heel mooi overeenkomen. En ik vind het sowieso echt een mooie kleur. Ik zet even een polletje in beeld. Laat even weten welke lipstick jij er het beste op vond lijken. Want ik kom er niet helemaal uit. Ik vind ze alle drie het bijna, maar net niet ofzo. Dus nogmaals, hier zie je de MAC lipstick. Hier die van Essence, die van Ethos en die van de HEMA. Ik ga ze nu eraf halen. En ook van mijn lippen. En dan gaan we verder met de volgende kleur. Dan gaan we verder met, ik denk, een volgende bekende lipstick van MAC. Namelijk Please Me. Dit is een warme, zacht roze kleur.
met een matte finish. En daarvoor vond ik een mooie vergelijking in de Ultimate Stay Lipstick van Catrice in nummer 060. Hij heeft ook nog een naam, maar die kan ik niet meer lezen. Dit zijn ook matte lipsticks die vol pigment hebben. Kijk maar. Hij is misschien net ietsje dieper van kleur. Iets donkerder dan Please Me. Maar verder echt heel erg vergelijkbaar. Ik ga ze nu op mijn lippen aanbrengen. En zoals iedere keer begin ik natuurlijk weer met MAC aan deze kant. Ho. Mijn basis is inmiddels een beetje aangetast. Dus dat ga ik zo even bijwerken. Maar goed, maakt niet uit. En nu gaan we de Catrice lipstick aan de andere kant aanbrengen. Nu ik hem op mijn lippen zie, twijfel ik toch. Op de swatch leek het best wel erg, maar hij is toch echt wel een stuk dieper van kleur. Misschien moet ik hier toch nog verder op zoek naar een betere variant. Maar goed, oordeel zelf maar of jullie dit goed genoeg vinden of dat je denkt, nee, dit is het toch net niet. Misschien gaat deze juist meer richting Mer. Nou heb ik ook nog deze lipstick van de Body Shop. En toen ik deze swatch tussen, toen zei ik ook al tegen jullie van, hij doet me denken aan Please Me. Dus nu gaan we kijken of dat ook echt zo is. Ik heb het nog niet getest, hè, dus oordeel niet als het helemaal niet klopt. Maar dit is nummer 420 Honolulu Pink Matte. Dus hij is in elk geval mat. En ik doe hem even naast Please Me. Ja, dat is dan ook net weer een beetje anders. Maar die is juist weer ietsje meer peachy of zo. Nou, nu even kijken op de lippen. Want soms kan dat toch net een beetje anders overkomen. Deze komt qua kleur en ondertoon een stuk beter overeen. Hij is alleen een stukje feller roze. Terwijl Please Me net wat zachter is. De Body Shop lipsticks zijn 12 euro. Dus het scheelt nog wel een stuk met die van MAC. Maar budget is het ook weer niet. Dus misschien goed om te weten. Maar ja, ik vind ze op zich wel redelijk goed zo bij elkaar. Nu gaan we even lekker naar een knalroze kleurtje. We gaan namelijk naar de kleur Pink Pigeon, oftewel roze duif. En die is knal hardroze. En hiervoor heb ik twee mooie dupes gevonden. Namelijk een NYX Soft Matte Lip Cream in de kleur Addis Ababa. En een MUA Velvet Lip Lacquer in de kleur Vivacity, als je dat zo zegt. Dus ik begin even met de NYX Soft Matte Lip Cream om het te vergelijken. En daarna doe ik die van MUA. Pink Pigeon is trouwens ook weer een matte formule. Dit is de NYX Soft Matte Lip Cream. Is natuurlijk wel een ander soort product. Maar ook een mooie hartroze kleur. Misschien net een tikje donkerder. En dan gaan we naar MUA Velvet Lip Lacquer. Dit is een liquid lipstick. Zo'n toffe kleur. Als ik zoiets opdoe, dan denk ik altijd, dit moet ik echt vaker dragen. Maar het is gewoon niet een kleur die ik er dan heel snel bij pak. Oké, ik heb ze beide op mijn lippen. Wat mij opvalt is dat de MAC lipstick iets warmer van kleur is. En de NYX Soft Matte Lip Cream net een beetje meer een paarsig tintje er doorheen heeft. Maar ik vind ze allebei wel echt heel erg fel opvallend. Het is toch allebei wel duidelijk hard roze. En de finish komt ook heel erg overeen, terwijl het toch een ander product is. Dus dat vind ik heel erg leuk. En nu ga ik het eventjes eraf halen aan deze kant. En dan kijken of de MUA lipstick misschien het nog beter doet. Oké, ik denk zeker dat die van MUA heeft gewonnen. Ik vind deze echt goed op elkaar lijken. En misschien dat die van MUA zelfs nog feller is en nog intenser van kleur. Maar ja, wel echt een goede dupe. Dus als je er eentje zoekt, kijk eventjes naar die. Oh, ik wilde trouwens nog erbij zeggen. Als jullie mijn lipstick of lipproducten opruimvideo hebben gezien, waar ik heel veel producten heb weggedaan. Ik heb dus voor deze video ook weer even daartussen gezocht of ik er dupes tussen vond. Dus het kan zijn dat je nu producten ziet die eigenlijk niet meer in mijn stash zitten. En dat zitten ze ook nog steeds niet. Want hierna ga ik ze dus gewoon weggeven aan vriendinnen, familie, wat dan ook. Zodat je het even weet dat ik ze niet stiekem terug heb gedaan of zo. Want dat is echt niet zo. Maar gewoon echt even voor deze video nog. Dan heb ik ook nog een dupe voor een klassieke rood. Dit is Russian Red. Dit was trouwens mijn eerste MAC lipstick. Een prachtige donkerrode kleur. En er is ook een HEMA lipstick in nummer 06. Dit zijn de Longer Lasting Lipsticks. Mega matte formule. Ik vind ze ook wel iets wat uitdrogend. Maar deze lijken heel erg op elkaar, zoals je wel kan zien.
Wow, hier zie ik echt gewoon oprecht bijna geen verschil. Als ik het weet, zie ik dat die van de HEMA net wat koeler is. Maar echt wel een hele goede dupe. Maar ik heb er nog eentje en die is van Essence. Dit is de Mat Mat Mat. Dus alweer van diezelfde lijn waar ik er al twee van heb laten zien. In nummer 06. Die ga ik even aan de andere kant doen. Lijkt ook heel goed zoals je ziet. Nu haal ik weer even die rechterkant weg en ga ik kijken hoe het eruit ziet met die Essence lipstick. Nou, deze vind ik ook heel erg goed lijken. Ik zou eerlijk gezegd niet durven zeggen welke van de twee ik nou beter vond. Maar ja, allebei echt een hele goede optie als je het mij vraagt. Met rood knoeit het zo. Check mijn hand. Ik krijg het gewoon niet eens meer echt eraf of zo. Oké, sorry voor de mensen die heel slecht tegen mijn foundation lippen kunnen. Maar dat was de enige manier om het nog even te fixen zonder dat ik mijn hele basis opnieuw moest doen. Ik heb er gewoon een beetje concealer overheen geflikkerd. En ja, dat ziet er niet zo heel mooi uit. En je ziet ook nog roze vlekken op mijn mond. Maar het is beter dan hoe het eerst was. Je hebt rood en je hebt rood. En als je denkt aan een hele donkerrode vampy kleur van MAC, dan denk je vast, net als ik, aan Diva. Dit is de kleur Diva. Ook alweer mat. En die is echt zo diep, diep rood dat het haast, ja, bloedrood is. En dan heb ik ook weer zo'n HEMA stift in de kleur 10. En die lijkt er ook enorm op. Kijk maar. Maar deze is dan wel weer wat roder. Ik heb er zoveel concealer op gedaan dat ik mijn eigen liplijn gewoon niet meer kan zien. Hij lijkt, maar als ik eerlijk ben, vind ik Diva toch een stuk mooier omdat hij veel intenser en veel meer bam in your face is. Maar als ik ze zo bij elkaar zie, kan ik niet zeggen dat het een compleet andere kleur is. Ik zie echt wel best wat overeenkomsten, maar ik zie gewoon wel dat het een goedkopere variant ervan is, zeg maar. Nee, ik ben niet razend enthousiast. Ik vind Diva toch een stuk mooier. Dus mijn hoop is nu gevestigd op deze kleur van Catrice. Nou Sarah, ik weet niet wat je aan het denken was, maar dit zijn geen dupes. Ik vind deze echt veel paarser en ik denk nu gelijk dat die eerder op Rebel lijkt. Laat ik dat eens gaan vergelijken, want die heb ik er ook bij liggen. Maar ja, die ziet er dan wel weer lichter uit. Maar niet uit, we gaan het proberen. Dus nu haal ik eventjes de Russian Red eraf. Nee, Diva. Oh, zoveel god. Ik haal nu Diva eraf en ik ga deze opdoen. Nee, ook niet. Ik vind de Rebel kleur dan toch veel meer rood in zich hebben. En de Catrice kleur echt paarser. Nee, dit vind ik ook gewoon geen goede vergelijking. Dus ik denk dat ik die van Catrice maar moet opgeven. Ik dacht dat die heel erg mooi op een van deze twee zou lijken, maar helaas. Maar ik heb ook voor Rebel nog een andere optie, namelijk een lipstick van Maybelline. Niet super goedkoop dus, maar wel ook weer, denk dat wel 9 euro scheelt of zo. Want Maybelline lipsticks zijn ongeveer een tientje. En dit is nummer 886 Berry Bossy. Een matte tint. Ik zal hem eventjes swatchen naast Rebel. Nou, je ziet al gelijk, Rebel is dus wel een satin finish van MAC. Terwijl Maybelline is dus mat. Dus dat is dan gelijk waarschijnlijk wel weer het verschil. Het zit echt totaal niet meer op mijn lippen. Dus ik ga weer alles weer afhalen en het een beetje fixen. En dan ga ik het jullie laten zien. Dit vind ik wel echt een goede optie. Hij is een tikje donkerder, maar wel ongeveer dezelfde tint. Allebei paars, zeg maar, wel een beetje warmte erin. Echt dat bessenkleurige zit er doorheen. En ja, ik vind ze eigenlijk prima kunnen. De finish is uiteindelijk best wel hetzelfde, omdat deze helemaal niet zo super mat is. Dus dat is ook mooi. Dus deze zou wel kunnen. Ja, dit vind ik wel echt een leuke edgy lipstick die ook wel gewoon best wel lijkt op Rebel. Nou, dit waren dan de dupes die ik tot nu toe voor jullie heb kunnen vinden. Dupes, dupes. Ik heb altijd moeite met dat woord, dus ik heb het vast weer 100 keer verkeerd gezegd deze video. Maar als jullie het nou leuk vinden om dit nog een keer te zien, want ik heb meer MAC lipsticks, laat het even weten. En ook bijvoorbeeld welke kleur jij benieuwd naar bent. Of daar vergelijkingen van zijn van goedkopere merken. Want dan kan ik specifiek voor die kleur kijken of ik iets kan vinden. En ik ben ook nog niet van alle kleuren die ik heb gevonden geheel tevreden. Dus als jullie een betere optie weten waarvan je zegt van die lijkt er veel meer op joh. Laat het ook even weten. Want zo kunnen jullie elkaar ook weer gewoon helpen hieronder in de reacties. In ieder geval vond ik het heel leuk om dit op te nemen. En ik wil jullie ook graag eventjes aankondigen wat een nieuwe serie op mijn kanaal gaat worden. Ik heb namelijk besloten dat ik heel regelmatig op mijn kanaal een make-up challenge wil doen. En wat bedoel ik nou met heel regelmatig? 1 keer in de 2 weken in ieder geval.
Misschien soms vaker, maar ik wil graag ook nog gewone tutorials doen. En bij zo'n challenge kun je denken aan de vorige keer dat ik de helft van mijn gezicht erop heb gemaakt met alleen maar goedkope merken en de andere helft met dure merken. Dat is een uitdaging. Je kunt er ook aan denken dat ik mijn hele gezicht met mijn verkeerde hand ga opmaken. Dat ga ik volgende keer doen. Maar het mag eigenlijk van alles zijn. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat ik geen kwasten mag gebruiken. Of dat ik maar in totaal 3 producten voor mijn hele gezicht mag gebruiken. Ik noem maar wat. En ik had zoiets van, misschien weten jullie wel iets leuks. Want dan heb ik alvast wat ideetjes voor de paar volgende video's. En ik vind het wel heel leuk dat er op die manier wat beter duidelijk is wat er op mijn kanaal komt. En dat jullie ook beter weten wat je kan verwachten. Dus laat vooral ook daar je ideetjes voor achter. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag in de volgende video. Of jullie mij eigenlijk. Maar niet uit, je snapt het. Doei doei!